Na het liberalisme is het socialisme de volgende politiek-maatschappelijke stroming die we gaan bekijken. Een politiek-maatschappelijke stroming die ook al wortels heeft in de ideeën van de verlichting en die ook in de 19e eeuw en nu nog steeds ook heel erg belangrijk is. Je ziet ook dat het alle kenmerken en aspecten raakt hier, die hier staan. En dat socialisme dat gaat uit van een andere belangrijke liberale waarde, namelijk gelijkheid. Hè. Rousseau die pleitte daar bijvoorbeeld voor. De gelijkheid moet er in ieder geval zijn in materieel opzicht. De gemeenschap, de samenleving of de staat, de overheid moeten ervoor zorgen dat iedereen het materieel gebied goed heeft. Dus weinig verschil tussen arm en rijk, weinig armoede sowieso. Dat is waar socialisten voor staan. Maar we zagen juist dat in die 19e eeuw, als de industriële revolutie echt op gang is gekomen, de sociale ongelijkheid ook juist was toegenomen. En dan ontstaan er in die arbeidersteden dit soort krottenwijken, en dan krijg je bijvoorbeeld ook kinderarbeid, zoals we hier rechts op de foto zien. Ja, en dat is iets waar socialisten dus van groeien. En wat ze zagen was, ja, wat ze zelf een heel simpel mechanisme vonden. Er is ergens een fabriek, die heeft een eigenaar. En die eigenaar die heeft er zijn tijd en zijn geld en alles in geïnvesteerd. Nou, die, die neemt allemaal mensen in dienst die in die fabriek komen werken. En vervolgens wordt er geld verdiend. En die eigenaar, die strijkt daar het meest van op en die geeft zijn uh, arbeiders, uh, betaalt hij uh, wat loon. Maar hij wil natuurlijk dat loon zo laag mogelijk houden, want hij wil zelfs zoveel mogelijk winst maken. Dan investeert hij misschien weer in zijn fabriek, waardoor er weer meer geld verdiend wordt. Maar dat geld, dat blijft dan vooral, zien socialisten in ieder geval, bij die fabriekseigenaren. En dat gaat niet per se naar die arbeiders. En die rijken, die worden dus rijker, zeker als het bedrijf weer verder uitgebreid wordt. En het verschil tussen arm en rijk wordt zo dus steeds groter. Nou, iemand die dit aan de lijve ondervond, die dit zag in Duitsland en met name ook in Groot-Brittannië, waar hij lang gewoond heeft, in Londen en dergelijke, is Karl Marx. En Karl Marx zou je ook wel een soort godvader van het socialisme kunnen noemen. Want hij maakte die arbeidersklasse samen met anderen overigens politiek bewust hè. Dus hij ging laten zien dat het verschil tussen arm en rijk groter werd en, en dat het geld vooral in de zakken van de fabrieksbazen verdween, terwijl de arbeiders al het werk deden. Dat was eigenlijk simpel gezegd waar zijn verhaal op neerkwam en dat het altijd in de geschiedenis al zo geweest was. En dan zie je dus dat die arbeiders politiek bewust worden en die gaan zich organiseren. In coöperaties, samenwerkingsverbanden, in vakbonden waarbij ze opkomen voor, uh, voor bepaalde rechten, voor hun eigen rechten en in politieke partijen, waardoor ze ook uh, politiek zeggenschap proberen te krijgen. En wetten proberen door te voeren, die dus voor verbetering van het lot van de arbeiders zorgen. En in socialisme zijn er eigenlijk twee stromingen. en de eerste is de sociaal-democraten. En dan zit dus ook het woord van democratie in. En ja, dat zijn dus uh, socialisten die door middel van de democratie voor die gelijkheid willen zorgen. Die willen een geleidelijke verandering, stap voor stap uh, door middel van verkiezingen. Als arbeiders mogen stemmen, dan stemmen ze op politieke partijen die voor hun belangen opkomen. En dan worden er wetten ingevoerd als die partijen in de regering komen. die het lot van de arbeiders beter maken. Komt er bijvoorbeeld een hogere minimumloon, of kortere werktijden, of betere huisvesting of iets dergelijks. Dat is waar die sociaaldemocraten in geloven. Dus. Eerst kiesrechtuitbreiding, mensen moeten kunnen stemmen, ook die arbeiders. En dat zal uiteindelijk leiden tot sociale wetgeving. Een aantal voorbeelden van die noemde ik net al. Dus op een geleidelijke manier die gelijkheid bereiken. Ja, Marx zag dat zelf anders en eh, Marx was niet eh, de enige erin. Eh, anarchisten en communisten die, die, die streven naar een revolutie. Dus niet geleidelijk met een trap, maar in één keer bam met een raket... Gewoon echt een maatschappelijke verandering. En die had Marx eigenlijk ook al voorspeld. En nu ga ik even proberen om de theorie van Karl Marx, die enorm uitgebreid is, even op één dia in een paar minuten voorbij te laten komen. Uh, Oké, okay. Marx ging ervan uit dat er in de geschiedenis drie fases zouden zijn. En ze zaten nu in de fase van het kapitalisme, dan zou er een overgangsfase zijn van het socialisme en uiteindelijk zou dat uitmonden volgens Marx in het communisme. Oké, okay, die kapitalistische fase, dan is er een kleine overheid, precies ook zoals de liberalen dat eigenlijk graag zagen, hè, want de liberalen willen zo weinig mogelijk bemoeienis van de overheid. En dus vooral, dat wil die liberalen ook, particuliere productiemiddelen: fabrieken, landbouwgrond en dergelijke, machines. Het was allemaal in handen van particulieren, van individuen, individuele vrijheid. Hè, dat is ook wat Adam Smith propageerde hè, met, met zijn vrije economie, met zijn vrijhandel. Nou, dan krijg je dus het verhaal wat ik net ook al even schetste, dat die fabrieksbaas steeds rijker wordt van de arbeid van die arbeiders en dat hij daardoor alleen maar rijker en rijker kan worden en zijn bedrijf kan laten groeien. Maar daardoor wordt dus ook het verschil tussen arm en rijk steeds groter. En dat zou volgens Marx uiteindelijk zo'n groot verschil worden, de ellende van de arbeidersklasse zou zo groot worden dat ze het niet meer zouden pikken en dat zou leiden tot de overgang naar de socialistische fase. En dat is geen geleidelijke overgang. Nee, kijk nog even naar die raketten rechtsboven. Dat gaat in één keer bam. Dat is een revolutie. Want er zou een klassenstrijd ontstaan. Tussen aan de ene kant de arbeidersklasse. En aan de andere kant de gegoede burgerij, die fabrikanten en dergelijke. En door middel van een revolutie en opstand. zou de arbeidersklasse de macht overnemen. En dan zouden we in de socialistische tussenfase terechtkomen. Waarbij er een grote overheid is. Een overheid die zich dus juist heel erg bemoeid met uh, de maatschappij en met de economie. Uh, waarbij dus ook uh, de productiemiddelen steeds meer in handen komen van de maatschappij. Misschien ook wel van de overheid. Ze worden opnieuw verdeeld. Dus niet meer ieder zijn eigen bedrijf. Dat bestond nog wel een beetje, maar dat ging steeds minder vaak gebeuren. Kon dus nog wel. Maar er kwamen bijvoorbeeld ook staatsbedrijven. En uh, er waren dus ook coöperaties. Hè. Dat woord zagen we net ook al. Waarbij dus de arbeiders samen verantwoordelijk waren voor een fabriek of iets dergelijks. En die productiemiddelen die moesten dus worden herverdeeld. En dit zou dus een tussenfase zijn volgens Marx. Want dan zouden mensen kunnen wennen aan dat idee van waar hij uiteindelijk echt naartoe wilde. Het communisme. Namelijk dat alle productiemiddelen uiteindelijk in handen van iedereen zouden zijn. Dus in de communistische fase, die uiteindelijk nooit ergens bereikt is, nog niet in ieder geval, is er ook geen overheid meer nodig, voorspelde Marx. Want dan zou er een klasseloze samenleving zijn met gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen. Een klasseloze samenleving, dus er is geen arbeidersklasse meer en, en geen gegoede burgerij, maar, maar iedereen behoort tot dezelfde groep. En de productiemiddelen, nogmaals, landbouwgrond, machines, fabrieken en dergelijke, die zijn bezit van de gemeenschap. Die zijn niet iemands particuliere eigendom. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Hè, het is van iedereen en uh, wat ermee verdiend wordt, dat wordt dus ook eerlijk door iedereen verdeeld. Nou, dat was een beetje wat Marx uh, voor ogen had. Dat was zijn theorie. Uh, in de praktijk is het nooit zo ver gekomen. Maar hier zie je dus wel waar Marx en de Zijnen naartoe wilden werken. En hier zie je dus heel duidelijk die verlichte waarde van gelijkheid achter zitten.